Vandaag gaan we jullie laten zien hoe je de shellac op de juiste manier aanbrengt en verwijdert. We hebben één nageltje voorbereid met de Wildfire en deze ga ik nu verwijderen. Hoe ga ik dat doen? Met mijn vijltje 180 grit ga ik de toplaag iets beschadigen. Dus ik vel de lak iets wat open. Zorg ervoor dat je niet doorvelt tot op de natuurlijke nagel. Dus alleen de laag wat beschadigen. Dan pak je je folietje en je remover en je maakt je folietje goed vochtig. En dan breng je je folietje aan over de nagel waarvan de lak verwijderd moet worden. Zorg ervoor dat je hem goed indraait, dat hij goed strak zit. En dit ga je gewoon lekker 5 tot 10 minuten in laten trekken. Nog een klein tipje, als je een klein beetje hulp daarbij wilt, is het handig om daar een warme kersenpittenzak of handdoek over in te leggen. Deze ga ik nog lekker met rust laten en we gaan door met het voorbereiden. Nu gaan we dus de lak verwijderen. Ik ga de folie verwijderen. En zoals je ziet, komt hij al mooi los. Met mijn krabbetje, dus ik hou de vinger stevig vast, ga ik voorzichtig de lak eraf krabben. En neem daar gewoon rustig de tijd voor. Dus ook zorg er gewoon voor dat je echt de tijd neemt om het in te laten weken. Ik weet dat er zo'n 8 tot 10 minuten op staat. Maar zeker als je het bij jezelf doet, hou die tijd gewoon iets ruimer aan. En ook vinger voor vinger dan afkrabben. Anders vervlieg je product. En dan is je nagel klaar voor een volgende shellac behandeling.